Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag woensdag. En ik heb zo meteen 2 Zoom calls. Eentje met Dyson en eentje met een wasparfum. Ik heb ik weet niet, als jullie mij op Instagram volgen, dan hebben jullie dat wel gezien, maar Parfum de Linie, denk ik dat het noemt, ontdekt. Dat is trouwens niet gesponsord, sorry. Ik zit precies in mijn keel. Maar dat is niet gesponsord of zo. Ik had dat gewoon ontdekt op hotel, in het Juphotel in Hasselt, daar lag dat. En sindsdien ben ik er helemaal gek van. Dus Celine en ik hebben daar een idee rond. Om misschien iets met Totally Too te doen. Ik ga nog niet te veel zeggen, want wie weet gaat dat gewoon niet gaan of niet lukken of niet doorgaan op een of andere reden. Dus, maar die 2 calls staan gepland. Mijn Dyson call is binnen, ik denk, een kwartiertje. Maar daarvoor ga ik zo die ballonachtige dingen in de tuin afknippen. Kom, niet in de garage. Chop, chop, chop. Oh. Chop, chop, melk. Kom. Goed zo. Omdat die hangen in de tuin en dat ziet er niet uit momenteel. Want het ene is door de wind helemaal kapot gegaan. En verliest allemaal draden. Plus ze werken ook niet meer. Ze geven geen licht meer 's avonds. Dus ik ga die doorknippen en weggooien. Want het trekt echt op niks. De buren moeten waarschijnlijk ook denken van hoe lelijk, doe dat eens weg. Want die zien dat natuurlijk ook. Dus ik ga dat doen. Het gaat om die dingen dus. Die 3 ufo's daar in de boom. Zoals je ziet is... Ik ben helemaal ingezoomd. Waar is nu mijn vinger daar? Is die helemaal los en die draad hangt eruit. Dus I'm gonna cut them out. Alle 3. Weg. Oké, we got them. En ze werken toch nog blijkbaar. Het leek alsof ze niet meer werkten. Maar oké, ze zien er echt niet meer uit. Dus goed dat ze weg zijn. En nu is mijn stoeltje helemaal vuil. Op het laatste zakte ik dan ook nog eens helemaal in de modder. Dus ik ga dat ook even afvegen. Oké, it's done. Oh, het is koud buiten. Niet normaal. Ik ga nog heel even mijn puttenkussen opzetten voor wat warmte aan mijn voeten, want ik heb zo'n koude voeten. En nog wat thee opzetten. Dan kan ik nog een theetje drinken, een plasje doen. En dan gaat mijn meeting, mijn Zoom call sowieso beginnen. Oké, de meeting gaat beginnen. Oké, de meeting is done en ik ben soep aan het eten. Het ziet er heel donker uit, maar het is broccoli courgette spinaziesoep met parelcouscous erin. Heb ik gisteren gemaakt. Smaakt lekker, maar ook heel gezond. Het is ook echt letterlijk alles wat ik net opnoemde en niks meer erin. Dus het smaakt echt wel heel gezond, maar het is wel lekker. Dus ik ben blij. En dan even een vlog aan het kijken van Lauren Elizabeth. En binnen 20 minuutjes is de volgende meeting. Het is ondertussen... Ah, ik haat mijn camera de laatste tijd, hè. Sorry, even tussendoor, maar die staat echt niet scherp. Maar het is ondertussen bijna 12:30. Sorry, ik ga jullie in mijn dubbele kin angle even vastnemen. En time... Ik zou die zeepapier ook mee naar boven moeten nemen. Ik ga het proberen. Oké. En tijd voor even een pauze. Jullie zien me nu langs onder. Kunnen recht mijn neus in zien. heel leuk. En ik ga dus even een workout doen. Ik volg het Tone from Home plan van... Oké, ik heb mijn handdruk vrij. Louis en haar vriend, ik weet niet hoe die noemt eigenlijk. Maar Louis is op Instagram best een bekende, of bekende, zo dan een wording, of is dat? Ik weet eigenlijk niet heel goed. Ik heb haar ontdekt via Anastasia, denk ik. Anastasia Chernouk. En zij doet zo workout plans. Ze heeft echt een banging body. Echt niet normaal. En ik volg haar plan. Dus vandaag ga ik even mijn workout doen. Omdat ik weet dat Niels, dat we straks niet samen een workout of zo gaan doen. Dus ik ga van mijn jogging naar mijn workout kleren gaan. Nu. Tadaa! Misschien wel nog even mijn oorbellen uitdoen. Want het is niet zo handig om te workouten. Oké. Nu ga ik gewoon zo laten. Ik heb mijn sport BH aan en dan ACDC vestje. Dat was eigenlijk voor mijn papa bij kerst, maar bleek dat dat voor vrouwen was. Dus ik heb het zelf gehouden. En dan, let's go. Kijk, ik ga jullie meenemen naar onze gym. Ja, ik zie trouwens dat ik 2 verschillende sokken aan heb. Dat is niet de bedoeling, maar ja, foutje. Foutje van de firma. Oké, hier zijn we. Naar onze gym. We hebben trouwens dat hier helemaal geherschikt. Ik, Alisa. Hier staat de fiets nu. Hier zijn koffers en nog een kastje. Dan heb je hier de zetel, die stond eerst zo naar die muur gericht. Hebben we die zo gezet. Kunnen we nog altijd op die schuine muur projecteren. En dan zijn hier de matjes. En dit, wat is hier koud. Mijn raam staat open. Even toedoen of tegen. Tegen, voilà. Zo, we hebben trouwens eigenlijk ook wel een mooi uitzicht, vind ik. Je ziet dat misschien nu niet zo goed. Maar s'avonds zijn er heel veel lichtjes. En nu hebben we hier gewoon eigenlijk veel meer ruimte om workouts te doen. Dus dat is wel goed. Goede verbetering wel zo. Oké, let's go. Het eerste wat ik doe, muziek. Want ik moet wat hype hebben. De playlist die ik altijd opzet noemt trouwens ook hype. Op Spotify. Echt goed, zo van die drum en bass en al. Echt top om te workouten. Als het wel laden. Ik zet dat of op het blokje van de projector of op mijn laptop. Maakt eigenlijk niet uit. Het is hetzelfde. Oké. Dit is trouwens de lijst die ik opzet. Deze is zo'n fitness guy met gewichten. Maar het is echt wel top muziek. Oké, let's go! Je kunt trouwens heel goed merken dat ik een Nalo heb gedronken. Dus ik heb er zin in, hè. I'm dying. Oeh. Ik zie er misschien niet zo... Oh, de pijl. Lap. Moet ik helemaal naar onder lopen. En mijn benen zijn echt jelly. Oh, fuck. Ik ga langs het raam in de logeerkamer gaan. Oh, mijn benen. Amai. Oké, het was dus mijn mama. Even buiten staan praten. Het is trouwens zo koud buiten. Zeker in de golf, ja. Maar die kwamen gewoon snel een pot soep brengen. En ik moet dit ook nog eens opruimen. En ja, mijn workout was gelukkig net gedaan. Nu ga ik denk ik in de douche springen. Of s'avonds, ik weet het nog niet. Ik heb nog wel één call. Ah, binnen een kwartier dus. Ik ga eerst die call doen. En dan ga ik in de douche. Nu snel een kleine snack. Ik weet het ziet er niet uit, maar dit is komkommer. Dit zijn zo cornichonnetjes. I love it. Dus pickles eigenlijk, maar dan zo klein, zure. En twee pompoen seed crackers met kaas. Ondertussen, ik heb kaas gegeten. Ah! Ondertussen is mijn lief op thuis. Ondertussen stinkt Alisa uit haar mond. Ja, sorry, dat is de kaas. Spijt me. En heb je goed gewerkt, baby? Ja. Altijd, hè? Welke dag? De hardste werker die ik ken. Dat is mijn schatje. Thuis? Ja. Ja. Wij hadden ons nooit voorgenomen om een film te maken. Om Russisch te leren. Zo hard werk ik niet. Nee? Jawel. Ja, zoveel samen te zijn. Om 9,3 kilometer te lopen. Ik heb me nooit mijn kinderen nu in uw oog. Ja, ik voel je haartjes prikken. Ja, ik kan met douches met scheven dringen van. Oké, dat is goed, babe. Ik ga hier ook de vlog afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Het is soms moeilijk om iets te filmen als je natuurlijk niet heel veel kunt doen. Omwille van lockdown. Anders konden we eens ergens naartoe gaan of zo. Maar ja, kan allemaal niet. De lockdown werd dan ook nog eens verlengd tot 1 maart. Oh, zo hatelijk. Want 2 maart word ik 30 jaar. En ik wil zo graag iets leuk doen of zo. Ik weet niet, maar ik zal er niet in zitten. Ik zou gewoon heel graag met mijn vrienden en mijn familie willen vieren. Maar ja. Hij gaat er natuurlijk niet in zitten. Misschien als Niels 30 wordt in de zomer, dat we samen een feestje kunnen doen. Als het tegen dan terug mag. Maar op rest... Ik word 29, hè? Jij wordt niet 29, leugenaar. 29. Jij wordt ook 30. Dirty 30. We're coming. Wat? Ah, zo'n drukfout op zijn pas. Nee. We worden allebei 30. Dirty 30. Gaan we zijn. Ah, oké. Ik had gewoon gehoopt, 30 is toch iets speciaals, dat ik dat fijn had kunnen vieren, een feest had kunnen geven, een groot feest of zo voor mijn 30ste, maar het mag niet zijn. Het zou wel fijn zijn als 1 maart er nieuwe regels zijn en we 2 maart iets zouden kunnen gaan eten of zo. Voor mijn verjaardag, dat zou wel tof zijn, met ons tweedesnoods of met mijn familie, of dat we buiten al met 10 of zo mogen, maar ik vrees ervoor. We shall see. Jullie mogen me ook altijd een kaartje sturen voor mijn verjaardag. Nee, oké, we gaan. Dat moet niet. Dat is een grapje. Maar ja, 30 hè. It's coming. Het is niet meer zo ver, 2 maart. Oké, ik ga genoeg over mijn 30ste. Ik ga de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie maandag. Fijn weekend.